Hoi, leuk dat je weer kijkt. Vandaag een wat spontaner vlogje. Ik ben namelijk aan het opruimen. Doe ik eigenlijk altijd voorjaar en najaar. Grote opruimactie. Ga ik door alles heen. En ik neem je even mee, want het is altijd echt zo'n drama. En mensen vragen me altijd, hoe zit dat toch met jouw kasten? Ik laat het je zien. Welkom in mijn slaapkamer, oftewel de mega grote troep, drama, hel, zooi, help. Dat is allemaal een beetje een bende nu, want het is hier echt een mega bende. Het maakt niet uit waar je kijkt, het is hier een troep. Dit moet ik dus allemaal gaan doen. Nou, ik laat je eens even zien welke kastruimte ik überhaupt heb, want het is echt, echt niet heel erg veel. Anyway, die kast heb ik dus hanggedeelte en daar heb ik hemdjes, gekleurde shirts, zwarte shirts en truien. De andere helft van Dennis en dan heb ik dus dit verhaal. En dit is, ik weet niet of je het kan zien, het is een schuine wand. En we hadden echt extra kastruimte nodig. En de vorige bewoner had hier een hele lelijke, ja, soort professorische kast gemaakt. Die hebben we eruit gehaald. Maar er zaten hieronder dus allemaal beschadigingen van zijn kast. Dus wij hebben bij IKEA dit zijn keukenkastjes gekocht. Die zijn niet heel diep. Ik kan laten zien, zo. En dan hebben we dus de achterkant gewoon open gelaten. Dus we hebben er geen achterwandje in gedaan. Kijken of ik het kan laten zien. Zo. Dus daar is het gewoon open. En daar zet ik dus altijd mijn kratten van het andere seizoen in. Dus op die manier heb ik dan hier gewoon de kleding van nu. En daarachter dus mijn hoogzomerspullen. Dus ik ga gewoon even beginnen. Maar waar? Oké, eerst de winterkratten eruit. Want ik moet ruimte hebben om de zomerspullen erin te doen. Dus wat ik dan meestal doe, ja, het is echt heel erg. Dan pleur ik gewoon al die winterkleding kratten even op mijn bed. Ga ik sorteren. En ik doe ook meteen dingen waarvan ik denk, waarom heb ik dat bewaard? Of ga ik echt niet dragen? Die gooi ik gewoon meteen weg. Kijk hier zo tegenop. Dan heb je dus hier een kastje. Ik heb even de planken eruit gehaald, want ik moet hier dus bij. En dan daarachter, daar zet ik altijd al mijn kratten neer van het andere seizoen. Nou, zo ziet dat er dus uit. En ik hou echt onwijs van sorteren hoor. Dus dit zijn al mijn zomerspullen die ik niet ga dragen van de winter. Dus die wil ik opbergen. En kijk, ja, ga je me vast uitleggen, maar zo doe ik dat soort dingetjes dus. Winterkleding Josine, niet draagbaar in verband met babybump. Dus dit was vorige winter. Dus die spulletjes moet ik even uithalen. En de briefjes worden vervangen dan met zomerspullen. Dennis zul je niet zo heel vaak op de briefjes zien. Het zal voornamelijk Josine zijn. Nou jongens, het is niet zo dat wij op een zolderkamertje ergens in Amsterdam drie hoog achter wonen en met 5 vierkante meter. Maar toch hebben we echt chronisch ruimtetekort. En het maakt niet uit hoeveel ruimte ik vrij maak, want het zit altijd weer vol. Maar goed, daarom, dat deed ik al toen we nog in Dordrecht woonden. Dat was wel een veel kleiner huis midden in het centrum. Maar nu hebben we eigenlijk nog steeds hetzelfde probleem, omdat ik ooit een klein kamertje had om al mijn spullen in op te ruimen. En daar slaapt nu een heel klein lief meisje. Dus ja, dan moet je toch wel met al je spullen. En ik heb gewoon veel. Ik geef het gewoon toe. Wat dus het handige is aan deze kasten. Ik heb het dus zo ingedeeld dat ik hier gewoon een bak heb. Hier zitten allemaal panties en zo in. En die trek je er zo uit. En ik heb hier panties, ondergoed, sokken. Daaronder zitten vesten, truien en jasjes. En dan heb ik dezelfde indeling, heb ik hier ook normaal. Met 2 bakken met jurken, een bak met rokken en daaronder dan broeken. Nou, dat ziet er een beetje zo uit. Dit zijn mijn jeans, dit zijn allemaal flodderbroekjes, leggings en traggings. Of nee, hoe noem je het? Joggers. En dan heb ik hier nog een bakje met rokken. Dit zijn mijn bakken met jurken. Ja, en dit zijn dus al mijn zomerspullen. Die ben ik nu ook aan het sorteren. Dus dit zijn jurkjes. Dit zijn jumpsuits en broekjes. Korte broeken, leggingjes, tops, lange broeken. En dat moet dus ook nog een plekje gaan krijgen. En dan moet ik ook gewoon opruimen zoals je ziet. Maar ja. Het is gewoon zo dat als het troep is in huis, dan is het zeg maar in mijn hoofd rommelig. En dan kan ik me gewoon niet concentreren. Dus ik had al een heel blog geschreven over mijn self-care momentjes die ik wil gaan hebben in oktober. En om mijn hoofd leeg te kunnen krijgen, moet de boel hier leeg. En daarmee bedoel ik gewoon netjes geordend en opgeruimd. En omdat het dus gewoon niet past in mijn kast, doe ik dat. Maar het heeft ook voordelen. Ja. Want als je dus elk seizoen dit doet, of niet elk seizoen, sorry, ik doe het in het voor- en het najaar, 2 keer per jaar. Als je dan je spullen uit de kast haalt,
dan zie je dus echt dingen waarvan je denkt, oh ja, die had ik ook nog. Dus het is eigenlijk een beetje winkelen in je eigen kledingkast. En daarmee kan je ook weer nieuwe combinaties maken. De dingen die ik het hele jaar door kan dragen, die heb ik eigenlijk het meest. Dus bijvoorbeeld rokken, zoals de plissé rokken en zo. Ja, die kun je natuurlijk het hele jaar aan. Dunne truitjes op zich ook wel. Die laat ik gewoon in mijn kast liggen. En één ding wat ik ook absoluut doe, is alles wat ik niet past, ligt niet in mijn kast. Als je het moeilijk vindt om het weg te gooien. Ik heb dat met sommige dingen. Ik heb bijvoorbeeld dat rokje bewaard van onze eerste date. Dennis en ik hebben 16 jaar verkering. Ja. Dus ik heb 16 jaar dat rokje al. Maar goed, die zit niet meer zoals gegoten als toen. Dus die heb ik bewaard. Vond ik leuk. Nou, dat soort dingen bijvoorbeeld. Dat leg ik gewoon in een krat. Of die leg ik in een krat. En dan zet ik ook gewoon op bewaren. En Dennis heeft ook zo een paar spulletjes. Maar verder, alles wat ik niet pas, te groot of te klein, dat ligt gewoon niet in mijn kast. Dat vind ik frustrerend. Vind ik irritant. Ik stoor me daaraan. Ik wil dat gewoon niet. Daar heb ik geen behoefte aan. En ik heb er ook geen ruimte voor. Dus bye bye. Geen idee waar ik alles nu weer ga laten. Nou, de kaartjes zijn geprint. Kunnen erbij. Ik ga lekker. Oké, ik heb bloedheet. Ik heb het heel rustig aangedaan. En wat spulletjes teruggezet. Uiteindelijk dus bijna de hele dag bezig geweest en nog steeds niet klaar. Ik heb vanmorgen tijdens de eerste slaapje van Charlotte dus het eerste gedeelte gedaan. En nu net de rest. Ik ben nu echt kapot. Ik ga die kleine lekker, die is net wakker. Ga ik lekker even uit haar bedje halen. En dan morgen wel de rest hoor. Want ik en mijn rug kunnen dit niet aan. We kunnen weer slapen vannacht, dat scheelt. De onderste twee kratten moet ik alleen nog uitruimen. Voor de rest zijn alle zomerkratten weer... achter de kast. Dus alles is weer netjes terug en gevuld. En ik kan weer een beetje lopen. Vooral schoonmaken. Dit zijn nog Shop My Closet kratten. En die hele stapel ga ik ook wegdoen. / verkopen. / weggeven. Dus jongens, dit is nog wat ik moet doen. Valt mee, hè? Ik ben echt trots op mezelf. Plus schoonmaken. Heel veel schoonmaken. Dus ja, dan hebben we volgens mij alles wel een beetje besproken. Heb je nog vragen? Laat gerust een reactie onder achter. En vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Dan zie je ook de volgende filmpjes. En dan is er dus nog een cruciaal puntje. Schoenen. Die heb ik nog niet met jullie besproken. Ik heb de kratten van Ikea. Het zijn een soort zakken met ritsen. Waar al mijn schoenen in zitten. Heb ik onder mijn bed. Ik heb namelijk ook een Ikea bed. En ik heb extra hoge poten. Dus mocht je zo'n bed hebben... Het is trouwens ook echt ideaal in- en uitstappen. Maar goed, ik heb deze bakken dus. Ik heb er 4 onder mijn bed liggen. En daar heb ik al mijn schoenen in voor elke dag. Helaas is dit ook realiteit. Dat er af en toe nog her en daar wat schoenen liggen. En dan heb ik op Charlotte de kamer. Heb ik ook zo'nzelfde kast. Onder de schuine wand. En dan liggen al haar spulletjes. Maar daar heb ik stiekem toch nog 2 dozen met schoenen. Ik heb er heel veel jongens, ik weet het. En in die kast ligt dan ook nog een krat met handtassen. Nou, ik nam dus deze video op ergens begin oktober vorig jaar. Toen we van de warme maanden doorgingen naar de winter. Inmiddels kan het alweer andersom. We zijn alweer een half jaar verder. Maar goed, ik doe dit echt 2 keer per jaar. Dus voor mij staat het nu weer op de agenda... om de winterspullen en de dikke truien op te gaan bergen. Want ik heb echt zo'n zin in het voorjaar en zo'n zin in de lente. En de eerste mooie dagen zijn er al geweest. De bloesem zit weer in de boom. We hebben helaas ook een quarantaine op het moment. En dat betekent dus dat je alle tijd hebt om die kast door te nemen en door te spitten. En op je gemak alles door te passen. Dus no more excuses. Nou, ben je nou benieuwd hoe ik het doe? Echt van A tot Z. Ik heb een blog geschreven met alle 6e tips voor het uitruimen van je kast. Maar ook wat je gaat doen met de spullen die dus te klein of te groot zijn. Spullen die je weg wil gooien. Maar ook weg kunt geven eventueel. Of die je gewoon opbergt voor het volgende jaar. Ik vond het leuk dat je keek. Ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. En ik kan alweer beginnen met opruimen hoor jongens. Want ligt er weer een nieuwe stapel. Ik zie je online.